We leven in een hele hectische tijd en op het moment zit het ons even tot hier. En daarom lijkt het ons goed om weer eens op vakantie te gaan. Maar dit keer gaan we niet met z'n tweeën, want dat hebben we al zo vaak gedaan. Nee, vandaag zijn we in Hengelo, Gelderland en gaan we op zoek naar een leuk vakantiemaatje. Sta je nou te pissen, Koen? Oh, hey, hallo. Nee! Wij willen iets vragen. Wij gaan morgen naar Berlijn liften en we zoeken nog een derde reismaatje. Heeft even jullie zin? Ik niet. Ik heb morgen wat anders en zij is in een rolstoel, dat lijkt me niet wat, of wat? Oh ja, dat zijn er twee. Nou, dan houdt het op. Ja, sorry. Doeg! Oh, daar rijd je niet over, hè? Stomme. Je weet wat ze zeggen over vrouwen en auto's, hè? Naar Berlijn? Jongen, wat ligt daar? Nee, we gaan niet mee naar Berlijn. Ja, we gaan liften. Daar zijn we, dat zou ik helemaal niet doen. Het leven is gevaarlijk, hè? Lift. Maar wij bieden u geen gratis reis aan, hè? We gaan gewoon liften. Oh, ja, dat nog veel erger. Oh, god, nee. Ze liften niet meer. Ik kan me toch herinneren dat wij regelmatig gelift hebben. Ja, ik weet niet. Moet je wel geluk mee hebben met liften. Ik zoek mijn container. Hallo, mevrouw. Dag, meneer. Wij gaan morgen lekker op vakantie met z'n tweeën. Ja, u. Veel plezier. Dank u wel. Goed zo. Doei. Ik kan niet. Wat heeft u dan? Hè? Wat heeft u dan? Ik heb morgen ook werk. Heb ik wat te ontferen? Nou, nee, maar wij houden van een beetje een volwassen vrouw. Nee. Ik heb hier in de poort ook nog. Dan mag ook nog weer met morgen mee en aan dat. Maar is het misschien leuk om dan samen wel even op de foto te gaan om toch een beetje dat vakantiegevoel erin te houden? Oh ja. Toch een beetje meegaat op ik vakantie. Ik kan wel bij jou op de foto staan. Zal ik een foto maken? Ja, je maakt er maar een foto van, ja. Lukt het of lukt het niet? Yes, het is gelukt. Fijn, jongen. Yes. Helemaal goed. Ik wens jullie een goede vakantie. Dank u wel. En wie weet tot in Berlijn? Ja, ik denk het niet, weet ik zeg. Je weet het maar nooit. Tot ziens, hè. Ja, doe. Wat is uw naam? Jan. Jan? Helemaal te gek. Helaas wilde niemand met ons mee op vakantie naar Berlijn. Maar gelukkig wilde Jan wel met ons op de foto. Kan hij toch een beetje met ons mee? Sorry! Hij is huge, jongen! Fantastisch, zeg! Bedankt voor het tot leven wekken van Jan. Graag gedaan, heren. En ik wens u een goed verblijf in Berlijn. Goedemorgen. Tijd om op te staan. Zo, heb je lekker geslapen? Nou, daar gaan we. Dit gaat niet lukken. Zullen we gewoon even inklappen? Ja. Mag ik iets vragen? Ja. We zijn met z'n drieën aan het liften en we zoeken nog een lift richting Berlijn. Gaat u toevallig richting Berlijn? Nee. Ik ga naar Berlijn. Nou, ik ga naar Drenthe. Ja, Duitsland. Dus sorry. Maar dat is Jan. Ja, dit is ons reismaatje. Ja, maar meneer, ik wil hier niet meer hebben. Mag hij niet mee? Nee. We hoeven alleen maar een bakje koffie te doen. Ja, maar meneer. Misschien moeten we Jan even inklappen. Jan is helemaal door de grond gezakt en vindt het zo'n belediging. Waar is hij nou? Waarom is hij dat vragen? Geen zin in de richting van Berlijn? Ja. Ah, we zien niet zijn drieën. Yeah. Naar Berlijn! We gaan naar Berlijn! Ciao, ciao! Nou, we zijn al in Berlijn. We want 3 beer. Alright. Gewoon lekker een biertje drinken. Volgens mij houdt hij wel van een biertje. Ah, dankjewel. Zo. Zijn zulke biertjes. Dat past wel bij Jan zijn grootte. Proost, Jan. We zijn midden in Berlijn en we staan hier met Jan. En we vinden het zo fantastisch dat hij een beetje met ons mee is. En daarom gaan wij gewoon een hele leuke tijd hebben met Jan.
course we like him. We love him. Yo, my friend. And this is for you. No, it's for him. Ah, for him? Yes. Te gek. Vindt hij lekker, jongen? Nou, we gaan morgenochtend alweer naar huis en het was super gezellig dat Jan een beetje met ons mee kon naar Berlijn. Maar hij kon natuurlijk niet echt mee, omdat hij last had van zijn been. Nee, ik heb hier een poor ook nog. And now we're asking people to say something positive to the camera for him, so that he can smile again. Jan, it'd be nice if you'd be here, because then you could share the picnic with us. So, get better soon. Jan, I'm touched that you've got two really nice friends who do this journey for you and who care about you. I think life is hard, but it's how we overcome, so good luck for that. Yeah. And you have to be strong. Don't let anybody disappoint you. Believe in yourself and you will be the number one. I think that every single day without a smile is the last day, so you should be happy and appreciate every single day you have. No one appreciates anything until he or her lost everything. So that's what I'm saying to you and to your friend Jan. This is emotional, and I wish everything. Don't give up. Don't ever give up. Dag Jan. We komen je bedanken. We hebben een geweldige tijd gehad in Berlijn met u. Ja? Ja. Ben je wel eens naar Berlijn geweest? Ja. Ja? Zou je even binnen mogen komen? Jazeker. Tijd om op te staan. Gaat er wat door. Oh, my friend. Ja, jongen. Proost. Ja. Nou, dat was het. Dat is heel mooi. Ja? Ja, heel mooi, ja. En hoe vond u het dat al die mensen ook in Berlijn... Ja, nee, die waren allemaal positief. Dat kon je zo zien. Die waren allemaal positief over het in jullie, zeg maar. Maar dat waren ik ook vorige week toen in de tuin bij ons, bij Boutbam. Ik was gewoon positief, maar ik weet ook niet wat jullie wonen of deden of iets dergelijks. Gelukkig mee, jongen. High five. En ook voor de toekomst, voor jullie. Dank u wel, ja. Ontzettend bedankt voor het kijken van deze video en laat even weten wat je ervan vond en waar jij nou naartoe zou willen liften als je met ons op reis zou kunnen. Ja, en vond je dit nou heel erg leuk? Like het dan even. En ik meen het vandaag heel serieus. Abonneer, want volgende week komen we met een hele nieuwe serie die iedereen moet zien. Ja, dus mis het niet. En dan zeg ik tot volgende week. Tot volgende week. Tuig!